Gerda Havertong en Jetty Maturin zijn de eerste zwarte vrouwelijke acteurs in Nederland. De ene brak door met Sesamstraat en de ander werd bekend door haar rol in Vrouwenvleugel. Tot op de dag van vandaag staan ze nog op het toneel. Twee ambitieuze vrouwen die al meer dan 30 jaar met elkaar worden verward. Ja! Gerda. Wanneer ze op me aflopen en ze noemen me Gerda en ze zeggen ik ben met u opgegroeid, dan denk ik yes Gerda, you did it. Al meer dan 30 jaar zijn ze opgegroeid met dit beeld. Okay. Ik zit niet. Welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Gerda Havertong. Hi. Hi. Hallo. Fijn dat u wilde komen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Absoluut, met alle liefde. Ik ken u en het grote publiek kent u van Sesamstraat. Hoe bent u daar eigenlijk ooit terechtgekomen? Oh, heb je tijd? Nee, eigenlijk niet. Nou, we gaan hem heel erg inkorten. Maar ik maakte samen met een vriendin, collega, Ilonka Verdeurme, maakte ik Poëzie Hardop voor Kinderen. En dat werd iedere laatste of eerste zondag van de maand in de Bali uitgebracht. In Amsterdam? Live, ja. En nou ja, dat deed ik. En dat ging ik eerst naar scholen. Want ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs. Pedagogiek gestudeerd met als hoofdvak onderwijskunde. Dus op die manier heb ik altijd mijn leven geleefd in dat onderwijs. En ging naar scholen een verhaal vertellen of een lied. En daar mochten de kinderen zelf een poëziestuk van maken. Een gedichtje, een lied. Iets wat ze zelf wilden. En de klassejuffrouw of de klassejuffrouws waar wij dan geweest waren, die zouden ervoor moeten zorgen dat zij een kind of twee of drie uitkiezen van de school. En die komen dan op die zondag in de Bali. En daar zijn, ik denk tot 3 maal toe, zijn de redacteuren van Sesamstraat. En van Sesamstraat, die zijn komen kijken toen ze hoorden dat daar iemand enorm vele leuke, prettige dingen met kinderen aan het doen zijn. 'S Middags, het is altijd uitverkocht, je moet van tevoren zijn. Nou, en dat wist ik niet. Ik wist niet dat ze er. En de rest was vervolgens geschiedenis? En de derde keer. Ja, de derde keer vroegen ze me. Nou, geschiedenis, toen vroegen ze me of ik bij Sesamstraat wilde zijn. En toen dacht ik, eindelijk gerechtigheid. Ja, geschiedenis, ja, daar begon een avontuur, bedoel ik. Ja, precies. Ruim 30 jaar geleden. En ook u, mevrouw Maturin, begon ruim 30 jaar geleden op televisie en toneel. Ja. En ook van u hebben we een leuke compilatie. Ja. Is hier eens die droge vis? Ja. Het ruikt nog goed. Ruik je het? Je kent het. Is lekker hoor. Is vers. Waar woon je? Amsterdam. Maar waar van Amsterdam? Rozenveldlaan. Nee, is niet erg. Ik vind het gezellig. Maar je hebt wel een dikke tas. Ja, mooie beelden, hè? En ik zeg net tegen mevrouw Havertong, u bent dus doorgebroken met Sesamstraat. Bij u was dat Vrouwenvleugel. Een hele bekende serie waarin u eigenlijk als actrice doorbrak. U speelde, geloof ik, Morrie. Smorrie, ja. Smorrie, ja. Smorrie, Smorrie. U moest ook even nadenken. Ja. Was dat nou baanbrekend in die tijd? Een zwarte vrouw, grote rol? Ik dacht het wel, want we hadden de mogelijkheid, ik nam de mogelijkheid, om die zwarte vrouw te laten zien hoe ze echt is en niet hoe over haar wordt. Dus ik kreeg scènes waarvan ik dacht van, dit nou, weet je? En, maar we hadden ook de mogelijkheid. Marianne van Wijnkoop was de producent. En Joop van den Ende, die bemoeide zich echt ermee. En wij hadden ook de ruimte om het in te vullen. Want deze zwarte vrouw, ja, die nu in beeld zit. Maar ook een lesbisch stel. De eerste kussen. Bea Mulman en Leontine Bosato. Er waren veel nieuwe dingen, ja, ja, die daar gebeurden. Ja, zeker. En jullie zijn al meer dan 30 jaar collega's, maar ook vriendinnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Zal ik het vertellen? Ja. Is dat dan de korte of de lange versie? Ik geef je de korte versie. Ik woonde in een dorpje, Kuik. En voor theater moesten we naar Nijmegen.
Dat deden we. Daar kwam een stuk waar Gerda in was. Gerda's een stuk van Edgar Cayro. En ze was zo prachtig. En je moet je voorstellen, eindelijk in theater. Theater waar je jezelf herkent. Als je zo ver weg woont in Brabant. En ze zong daar een lied, Teri. En je hoort. Wat betekent dat in het Surinaams? Teri betekent tellen, inventariseren. Maar Teri betekent ook respecteren. En zij zong dat lied zo prachtig in het wit. En het was een periode waarin ik mijn moeder begeleidde, samen met mijn zussen, die zou overlijden. En dat lied, dat zegt Teri, the one die lobby you. Tel de mensen die van je houden, van wie jij houdt. En toen heb ik contact gezocht met Gerda. Ze woonde in Almere en ik ben er naartoe gegaan met mijn exgenoot, toen mijn man toen. En zij heeft me dat lied geleerd. En mijn moeder hoorde dat en ze zei, Pota singijim tapwan bandje. Zet het lied op een bandje. En ik wist dat ze bedoelde, zing dit bij mijn overlijden. Je kunt je voorstellen, het was zo'n emotionele tijd. En Gerda deed nog meer. Niet maar alleen het lied leren, maar ze ondersteunde ook. Zij kwam naar ons toe in Kuik met Sulema, haar dochter. En we konden elkaar ondersteunen en bijpraten over de dingen die nog steeds aan de gang zijn. Mevrouw Havertong, wat betekent mevrouw Mathurin voor u als vriendin? Een zucht. Een zucht! Een bijzondere zucht. Want Jetty is heel trouw. En als je vriendschappen hebt en dat ontbreekt eraan, dan kun je geen vriendschap handhaven. Een gedrag van Jetty is bijvoorbeeld dat ik had zo'n zwaar auto-ongeluk. En heb daar 11 maanden voor moeten revalideren, ergens in de 90er jaren. En ik kwam thuis en Jetty die kwam mij opzoeken omdat ik jarig was. Maar ze moest ook werken die dag. Heeft ze halverwege gekookt, het was nog niet klaar. Ze heeft het meegenomen naar mijn huis en heeft het daar weer op vuur gezet en ze is en afgemaakt. Spelen. Ja, het was en dat zijn kleine gebaren die hele grote betekenis hebben voor een vriendschap. Ja. We zijn ook in staat om elkaar de waarheid te zeggen. Ja, absoluut. Om met elkaar maar te ze is delen. Niet altijd lief, hoor. Dus, maar jij wel, Jetty. Ja, jullie kennen elkaar 30 jaar, zijn vriendinnen, hebben allebei heel veel gedaan op het toneel en op televisie. En u bent daarvoor geëerd, pas geleden, tijdens de Black Achievement Award. Waar is mijn award? Ja, die zou u bij zich moeten hebben, toch? Het is uw award. Heeft u... Ze hebben het genomen beneden. Oh, mijn collega's. Die hebben het dan vraag ik ze hierbij of ze zo snel mogelijk naar boven willen brengen. Maar het is heeft wel leuk lifetime... om het zo te zeggen. Ja, ja. Ik heb het beneden vergeten, hoor. Maakt niet uit. Het wordt gebracht. U heeft dus de Lifetime Achievement Award gewonnen. En we gaan er naar kijken. Oh. Lieve, sterke generatie onder mij. En nog daaronder. En nog daaronder. Hier, in deze zaal en daarbuiten. Mijn kleindochter, Maïsa. En kleinzoon, Myron. Wees de gunfactor van jezelf. De zo broodnodige zelfliefde. Toewijding en toegenegen zijn aan je omgeving. Ja, wat we hier zien en horen is dat u dus de nieuwe generatie, jonge generatie, toespreekt. Hè? Maar als we kijken naar wat u zelf heeft gedaan en bereikt, hè, waar bent u dan het meeste trots op? Alles wat je doet in een carrière is leren. En als je kan leren, dan ben je eigenlijk op weg om altijd vertrouwen te hebben in jezelf. Dus elk moment als ik bezig ben geweest, ben ik trots op wat ik dan bereik. Want je bent aan het leren. Weet je, er is altijd zelfcompassie is altijd op de loer.
als de dingen niet gaan zoals je... Maar het hoeft ook niet een specifieke rol of een specifiek moment te zijn... of een specifieke prijs. Ik bedoel meer in grote lijnen, in zijn algemeenheid... dat u misschien iets heeft betekend voor andere mensen van Surinaamse afkomst... of voor de jongere generatie acteurs. Is er iets waar u op terugkijkt waarvan u denkt... Gerda, daar mag ik nou trots op zijn? Nou... Het is echt waar wat ik daarnet gezegd heb. Ja, geloof ik wel. Trots op alles wat ik gedaan heb en wat ik aan het doen ben. Kijk, theater maken is altijd bij jezelf beginnen en dan geven aan de ander. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben bij Sesamstraat ben ik een figuur geweest die... op de een of andere manier steeds voor gezorgd heb... dat het, dat verhaal wat ik wilde vertellen, dat er altijd was. En dat ik niet in een positie geplaatst werd om die dingen te vertellen... die ik niet vertellen wil, waarvan ik denk dat ik daarmee geen rolmodel kan zijn. Nou, en dat wil ik misschien even duidelijk maken. Want je zei een voorbeeld voor Surinaamse jongeren... Maar ook voor Marokkaanse jongeren, en Turkse jongeren, en Nederlandse jongeren. Want we zagen haar in Sesamstraat. Ja. En dat gaf ons toch even een andere kleur op tv, een andere persoon. En dat is niet iets wat ik zeggen moet, dus ik vind het heel fijn. Eigenlijk had ik het aan mevrouw Maturin. Ik kan je zeggen... Maar ik ben trots dat deze vrouwen en Jetty dat op die manier zegt. Er hangt op dit moment... ergens in het land, ik weet niet precies waar, maar dan moet ik nog gaan kijken. Maar dat is mij verteld, dat Jetty daar hangt, een hele grote foto. En er wordt aan haar gevraagd, wie is je held? Ja. En dat ze mij benoemt. Ja. Ja, en dan zeg ik, kijk, laat me dat duidelijk maken. Gerda en ik worden door elkaar gehaald. Een paar keer als ik de deur uit ga, is het... ik ben met u opgegroeid. Met Sesamstraat. En dan hoor ik van Sesamstraat. En soms laat ik het. En soms zeg ik, ik ben niet Gerda. Maar dat heeft ze. En ze heeft het over de grote billboards die nu op straat staan. In de Bijlmer bij ons. Grote billboards van het Diebuff Urban Film Festival. En men heeft daarbij gevraagd, wie is je held? En een held noem ik iemand die ik echt ken. Niet alleen uit het werk, maar ook privé. En toen heb ik Gerda mijn held genoemd. Ze krijgt nu ook natte ogen. Mm. Maar ik meen dat. Weet je, want ze heeft een gunfactor. Mm. Ja. Maar jullie, mevrouw Maturin... Je onderbreekt me, waarom? Ja, nee, maar omdat ik iets wil gaan vertellen. Namelijk dat ook u, jullie allebei... zijn voor een heleboel makers in Nederland helden, heldinnen, rolmodellen. Wow. Ja. Laten we kijken naar een leuk filmpje wat we voor jullie gemaakt hebben. Echt waar. Waar? Je hebt zoveel betekend voor ons en nog dat iets zeggen... altijd te weinig zal zijn. Dus ik hou het bij bedankt voor wat jullie allemaal voor ons hebben gedaan. Door u hebben makers zoals ik het makkelijker. Dank u daarvoor. Ik neem mijn hoed voor u af. Oh. Jullie zijn enorme voorbeelden voor mij geweest dat ik nu ben geworden wie ik ben geworden. Jullie verstaan de kunst om met je hart, met je compassie, met je wijsheid en je observaties ingewikkelde zaken over het voetlicht te brengen. Wij in de diaspora zijn ontzettend trots op jullie. Jullie zijn wij. Wij zijn dit. Maar jullie hebben ook laten zien dat het niet alleen maar gaat om een voorbeeld zijn, maar dat de dingen ook onder jullie voorwaarden kunnen gebeuren. Jullie zijn de grootste op het gebied van televisie en cabaret. Eerst heb je Jetty en Gerda en daarna een hele tijd niets. En dan komt de rest. En zodra we elkaar weer zien, dan pakken we een lekkere, ouderwetse, warme brasa. Sosolobi! Wow. Ja, en ik kan jullie vertellen, het waren er nog veel meer. We kregen ze niet kwijt in één uitzending. Dus we hebben... meerdere compilaties gemaakt en die zijn terug te vinden op de social media kanalen van de Sociëteit. Voor nu wil ik jullie allebei heel erg bedanken. Ja. En ik zou zeggen, ga zo door. Ja. Met het uitstralen van die energie, die kracht. Ja, prachtig. Voel het maar. Dit is hem. Ja, dank jullie wel, hè. Dank hartelijk wel. Dank. U bent er stil van. Ja, en ik ben ook blij met deze tafel en met deze vrouwen die we hier hebben. Beneden was het al zo. Want ik zeg dat wij nu in de overdracht zijn
naar jullie toe, de volgende generatie, ongeacht je achtergrond. Marokkanen, Turken, witte Nederlanders, zwarte Nederlanders, ja, allemaal. Voor iedereen. Aboom, ja, aboom, aboom.